En die 8% is, ben ik bang, alleen maar een voorindicator van de nog te stijgen huurprijs die eraan zit te komen. Voornamelijk gezien de dalingen in het aantal huurwoningen dat nu gaande is. Het overbieden is terug. 9,1% stijging rapporteert de Nederlandse Vereniging van Makelaars over de woningmarkt. Wat betekent dat voor jou als vastgoedbelegger? Wat betekent dat voor jou als woningzoeker? Dat en meer ga ik vandaag bespreken met de oprichter van de Real Estate Masterclass, Shou Xin Wu. Hey! Ja, welkom terug in de podcast. Dankjewel. Ja. Bedankt dat ik terug mag komen trouwens. Nou, altijd welkom, hè? Nou, toch wel een belangrijke dag vandaag. Ja. Want we gaan een beetje terug naar jouw voorspellende woorden. Die we een aantal weken geleden, misschien een aantal maanden geleden hadden over de verwachtingen voor 2024. We hadden toen een beetje aangekondigd dat we verwachten dat we een double-digit groei zouden hebben dit jaar. Dus groei in dubbele cijfers, 10% en meer. En we hebben natuurlijk wat mensen gesproken en die verklaren ons voor gek. Ja. Nou, die gekkies van de Real Estate Masterclass. Ja. Maar nu zie je, de Nederlandse Vereniging van Makelaars, die hebben dus aangekondigd dat er een 9,1% stijging is jaar op jaar. Maar misschien even, dan nog even terugpakken. Ik wil met jou bespreken waarom het juist nu op dit moment interessant is, 2024, om te investeren in vastgoed. Want over het algemeen, als je gaat investeren, of je gaat met vastgoed, of je gaat het verkopen, of je gaat het verhuren. Misschien knap je het nog onderweg op. Maar misschien dat we die twee exit scenario's, dus verkoop en verhuur, kunnen bespreken. Waarom het juist nu interessant is om te investeren in vastgoed. Maar misschien kunnen we beginnen met die verkoop-exit. Ja. Waarom is het volgens jou op dit moment interessant om te investeren in vastgoed als je gaat verkopen? Helemaal helder. Dan laat ik gewoon beginnen even met dat wij de afgelopen periode natuurlijk zijn gaan focussen meer op splitsen. Ja. We zijn er eigenlijk, nou ja, dankzij jouw komst ook anderhalf jaar geleden gestart eigenlijk hiermee met het splitsen, het uitwerken van het programma, het 1-op-1 traject, wat zeer succesvol is. We laten onze cursisten ook afgelopen periode zien de projecten die zij zelf doen van zero to hero, die dan 1 tot 2 ton netto winst kunnen maken op een project hier in Amsterdam. Allemaal dankzij jou en jouw kennis en netwerk hier. Ik denk ook eerlijk gezegd, dat is heel moeilijk te repliceren, want als je moet je voorstellen, als je net start met vastgoed te investeren, ook voor mij als ik naar Amsterdam zou gaan, het kost mij best wel wat tijd om jouw netwerk te kunnen krijgen eigenlijk. Dus het feit dat je dat met iedereen deelt, nou, hartstikke bedankt daarvoor. En natuurlijk dat heel veel van jouw cursisten eigenlijk succesvol geworden zijn daardoor. En ja, wat je dan eigenlijk ziet is dat omdat veel van die cursisten eigenlijk de potentie zagen van splitsen, dat betekent je koopt iets, dat split je dan naar meerdere woningen. Dat zorgt soms nog eens tot 50 tot 80% waardestijging op een taxatierapport, leegwaardestand. Dan zie je natuurlijk door die waardestijging, ook al zou de markt met 10%, 20% crashen, je hebt altijd een exit. En waarom verkoop interessant is, is van als ik het nu koop, heb je 50 tot 80% waardestijging. Maar ja, tegen de tijd dat je het hebt gesplitst, verbouwd, klaar voor de verhuurmarkt, als ik dan 1% per maand als waardestijging moet nemen, kan er makkelijk, nou ja, weet ik wel, 6 tot 10% hoger zijn in 6 maanden tijd. Plus nog eens wordt overboden. Plus nog eens misschien dat de rentes over een paar maanden nog zakken. Het is gewoon echt, ja, ik vind het eigenlijk best wel gek, zou je kunnen zeggen, dat mensen eigenlijk terug is bij de oude record qua huizenprijzen. En tegelijkertijd dat de rente eigenlijk dubbel zo hoog is als 2 jaar geleden. Ja. Dus verkopen is heel interessant, omdat nog steeds de huistekort gewoon tekort is. We hebben 2 miljoen huistekorten de komende jaren. En wij bouwen gewoon echt kwalitatief goede woningen voor mensen. En ja, daar wordt gewoon flink overboden. Dus onze voorspellingen vaak al qua rendementen, soms 30 tot 80% netto winst op eigen vermogen. Ja, dat wordt eigenlijk al overtroffen puur door die waardestijging eigenlijk. Dus verkoop is heel interessant geworden, ja. Ja, want inderdaad, dus een goede duiding die je geeft. Want ja, vaak wij splitsen woningen, wij splitsen projecten, wij creëren nieuwe woningen. En heel veel mensen maken zich bijvoorbeeld zorgen om de wet betaalbare huur. Maar als je gaat verkopen, dan kun je daaraan onttrekken. Want dan hoef je niet per se een woning in de vrije sector te hebben, want die discussie is dan helemaal niet relevant, want je verkoopt het aan een eindgebruiker, iemand die er zelf gaat wonen. Zeker. En die huurt het dus niet, die koopt het voor zijn eigen bewoning, dus dan is de wet betaalbare huur helemaal niet relevant. Maar wat je nou wel merkt, is dat je dus inderdaad, daar krijg je een behoorlijke vergoeding voor, door een overbieding of door een bepaalde verkoopprijs. En daarvan heeft dus de Nederlandse Vereniging van Makelaars gezegd van 9,1% stijging jaar op jaar. Dat is nu, eerste kwartaal 2024. Ja. Dus de eerste 3 maanden, januari tot maart. Maar we zijn er nog niet. Het jaar gaat nog even door. Wat is dan jouw verwachting nu voor de rest van het jaar? Ja, kijk, als je nu al op 9% bent en ja, we zien nog steeds de waardestijging natuurlijk 0,5 tot 1% maand op maand. Plus dat de Europese Centrale Bank nog de rentes moet verlagen. Ja. Ja, ik wil het eigenlijk bijna niet zeggen, maar ik denk toch weer ergens tegen de 20%. Dat is in coronatijd. En ik vind het heel maf om te zeggen, omdat de rentes niet per se lager zijn. Hè, als ik kijk naar de vastgoedrente, is in ieder geval voor de verhuurhypotheken, als wel de ontwikkelingsfinanciering die we hebben betaald, dat is niet echt gedaald. Ja, een paar tienden gedaald, ja. Maar niet significant. Nee, en ja, het is gewoon zo maf om te zien hoeveel winst onze cursisten maken door één traject. Dat ik denk van, ja, ik hou me toch wel ook een beetje mijn hart vast van, ja, wat gaat met de Nederlandse markt gebeuren? Behalve dat ik zie dat het gaat stijgen. Ja, dus. En veel mensen verwijten het ons, hè, van, het komt door jullie, die huisjesmelkers. Maar ja, er zijn nu juist heel veel maatregelen getroffen, waardoor heel veel beleggers niet meer actief zijn. Zeker. Dus vind jij nog, ja, om die stelling in te gaan van, oké, komt het echt door ons of is het misschien een overheidsfalen? Ja. Nou, gezien wij ook heel wat leuke interviews doen met verschillende mensen, ik zou zeggen van, het is een beetje een mix van verschillende factoren. Kijk, het is moeilijk om ons de schuld te geven van tekort van woningen, want kijk, jij en ik zaten meer in het buitenlet en splitsen van woningen, dus we voegen ook nog eens woningen toe. Maar structureel moet gewoon meer woning komen eigenlijk en daarin kunnen wij een rol in spelen. Maar dat wij de oplossing zullen zijn, dat denk ik niet, omdat, en dat merk je ook in splitsen, elke gemeente heeft zowat zijn eigen wetgeving, mening, regelgeving. En dus als je dan een georchestreerde aanpak wilt hebben, echt een programma aanpak om meer woning te voeren, zul je toch waarschijnlijk naar de nationale overheid moeten gaan, dat de centrale regie moet zijn. Of de maatregelen dan heeft geresulteerd op meer woningen, nou, dat is nog natuurlijk te betwijfelen. Als ik kijk naar het aantal bouwvergunningen, dat een indicatie geeft van het aantal te bouwen woningen dat eraan zit te komen. Dat is aan het dalen. En tegelijkertijd is de behoefte van woningen juist aan het stijgen. Ja. Dat eigenlijk, ik denk dat de grootste vraag is van, ja, wie gaat nou de tekort van 1 à 2 miljoen woningen de komende jaren oplossen? Wij zijn natuurlijk daar een oplossing, hè, of tenminste een bijdrage in ieder geval op de oplossing. Of wij nou de oplossing zullen zijn, dat is waarschijnlijk niet het geval, maar toch wel een bijdrage aan de oplossing door te zeggen, weet je, we kunnen 10.000 woningen toevoegen. Hè, dankzij jou de afgelopen maanden, in 3 maanden tijd, heb je toch 30 woningen toegevoegd. Doordat jij mensen hebt begeleid om woningen toe te voegen momenteel in de Amsterdamse markt en de omgeving. Ja, er zijn maar weinig partijen die kunnen zeggen, ja, wij trainen mensen en wij voegen 30 woningen toe eigenlijk. Ja, nee, inderdaad. Kijk, want voor de grote projectontwikkelaars, de dingen die wij doen, die zijn niet interessant. Ja, dat is niet interessant. Nee. Zij willen met honderden woningen tegelijk, ja, die willen ze toevoegen. Nou, wij doen kleinere projecten van tussen de 2 en de 6, 7, 8 woningen maximaal. Maar goed, als er meerdere mensen dat tegelijkertijd doen, dan kunnen we zo die aantallen halen die jij net noemt. En we zijn aan het groeien, want veel meer mensen zien dus de potentie van splitsen en optoppen, de waarde daarvan. En om daarbij te blijven, wat is jouw belangrijkste boodschap voor iemand die nu, die misschien vastgoed bezit of net zich oriënteert om te gaan investeren in vastgoed? Wat is jouw belangrijkste boodschap ten aanzien voor die mensen in de huidige tijd ten aanzien van bijvoorbeeld splitsen? Of... Ja. Nou ja, een van de wijsheden die ik kan geven, en dat is hoe wij eigenlijk al lesgeven voor 4 jaar. Als je gaat investeren, wees ook voorbereid op slechte en goede tijden. Het mooiste aan splitsen is namelijk dat als jij iets koopt en het stijgt met 50 tot 80% in waarde, ja, het is moeilijk om verlies te maken. En ik merk gewoon dat de mensen die het risico tussen aanhalingstekens hebben genomen het afgelopen jaar, dus die tegen toen de tijd de negatieve sentiment ingingen, wel geloofden in splitsen en woning toevoegen en de cijfers die wij lieten zien. Ja, die maken nu gewoon giga-rendementen. In een jaar tijd hebben ze gewoon 10% boven hun taxatiewaarde gewoon gekregen. Dat is gewoon bij sommige gevallen 1 à 2 ton minimaal. Zonder de overbieding nog eens. Dus de wijsheid die ik daarin zou geven is gewoon leer te investeren in strategieën die in alle markten kunnen weerstaan. Ik geloof wel dat buitenlet gewoon kan werken. Als je cijfers gewoon goed zijn. Want je cashflow kan je gewoon door alle situaties doorheen trekken. De vraag is nog natuurlijk wel de wet betaalbare huur. Wat de impact daarvan zal zijn. Of dat wel of niet doorgaat. Maar splitsen. Ja, als jij 50 tot 80% waardestijging hebt. Je kunt verkopen. Zelfs in ergens geval kun je het verhuren. Misschien een mix van beide. Dat kan ook. Dus je kan alle kanten op. En dat is zo geweldig aan splitsen. Je kunt alle kanten op. Je hoeft niet echt zorg te maken dat scenario A gebeurt of scenario B. Je kunt gewoon letterlijk alle kanten op eigenlijk. Ja. En het mooiste is, je creëert eigenlijk woningen waar een tekort aan is. Dat zijn betaalbare woningen eigenlijk. Dus je koopt eigenlijk iets wat illiquide is of minder courant voor normale mensen. Soms spannen van 7, 8 ton. En daar creëer je dan 3 starterswoningen van 3 ton vonden eigenlijk. Waardoor iedereen dat gewoon kan betalen en iedereen heeft dan weer een onderdak. Ja. Dus dat is het mooiste aan deze hele strategie. Er is gewoon tekort en daar voeg jij eigenlijk waarde toe door betaalbare woningen te creëren. Ja, en het tekort blijft de komende jaren, want de ambitie die het kabinet heeft uitgesproken is tot 2038 willen ze 1 miljoen woningen erbij. Mm-hmm. Nou, je ziet dat die ambitie op dit moment niet waargemaakt wordt. En ze gaan het proberen, dat hebben ze nog steeds beloofd. Ja. Maar proberen, dat is, vind ik altijd mooi als mensen proberen zeggen, want eigenlijk wat ik ervan persoonlijk van vind, als je überhaupt al zegt dat je iets gaat proberen, ben je niet echt gecommitteerd. Daarmee zeg je ook indirect van ja, oké, als het niet lukt, ja prima, we hebben het geprobeerd. Terwijl als je jezelf echt committeert, ergens toe van ja, dit is, weet je, non-negotiable. Het zijn er 500.000, punt, we gaan het halen, hoe dan ook. Maar dat commitment ligt er nu niet bij het kabinet. En dat merk je inderdaad aan wat jij zegt, de bouwvergunningen komen niet. Ja, de aantal woningen, die bouwproductie, die is niet op gang, niet genoeg op gang. Want je hebt ons dan, je hebt zeg maar de projectontwikkelaars, maar die zitten nu even op de handen, want die gaan de grote projecten niet aan. Want voor dat soort mensen, die projecten, ja, die duren 2, 5, soms wel 10 jaar als het grote projecten zijn. Maar ja, dus die grote aantallen worden niet gemaakt. Dus ja, ik denk dat onze rol, denk ik, wel belangrijker wordt de komende jaren. Nou, je noemde net dat verhuur interessant is, ook op dit moment. Zeker. Daar wil ik ook een bruggetje naar maken. Want als je kijkt naar de andere exit, we hebben het gehad over verkoop, 9,1% stijging. Ook als je kijkt naar de laatst beschikbare cijfers van Pararius. Die heeft gerapporteerd over het laatste kwartaal van 2023, want dat zijn de laatst beschikbare cijfers. 8% stijging jaar op jaar van de huurprijzen. Kan jij die verder duiden? Wat betekent dat voor iemand die zich nu oriënteert om te beleggen in woningen? Ja, nou eigenlijk betekent dat... En in het context van splitsen of bedoel je in context van buitenlet dan? Nou, beide. Laten we beginnen met splitsen. Oké, nou dus in geval context van splitsen betekent dat dus eigenlijk dat... als jij, tenminste ik zeg dat de Real Estate Masterclass methodologie, ja. De Real Estate Masterclass methodologie voor splitsen, dankzij jou natuurlijk ook. Dan zie je dat eigenlijk focus op objectieve gemeentes. En objectief gemeente betekent dat wij krijgen onze vergunning 100%. Vaak nog eens binnen 2 maanden, soms met een beetje uitstel van maximaal 3 maanden. En wij kijken heel goed naar cijfers. Dus de cijfers moeten kloppen dat als jij het splitst, dat je een duidelijk beeld hebt van of het kan worden verkocht of verhuurd en wat de rendementen daarvan zijn. En ook als dan de 8% huurstijging eigenlijk een leuke indicatie is, is namelijk dat die 8% eigenlijk weer geeft dan de gigantische tekort dat eigenlijk aan het staan is. Want Parijs heeft volgens mij nooit eerder jaar op jaar 8% huurstijging laten zien voor vrije sectorwoningen. Maar dat laat eigenlijk ook zien waarschijnlijk dat eigenlijk het tekort, daar veel gediscussieerd wordt momenteel in het nieuws, dat eigenlijk wel een tekort aan huurwoningen begint te ontstaan, omdat eigenlijk de markt van huurwoningen terug gaat naar de koopwoningen, waar mensen zelf in kunnen wonen. Ook wel uitponden noem je dat dan, vanuit de buitenlet verhuurbaas zou je kunnen zeggen. En dan merk je dus dat terwijl meer en meer mensen bijkomen in Nederland, meer en meer vraag ontstaat naar huurwoningen, maar de huurwoning eigenlijk alleen maar aan het dalen is en terug gaat naar de kopersmarkt. Waardoor eigenlijk huurders helaas onder de druk te komen staan door hogere huurprijzen. En ik denk dat door splitsen, als jij dan je cijfers ook kloppen, want je moet ook natuurlijk verantwoordelijk mee omgaan met je eigen financiële situatie, dan zie je natuurlijk door het toevoegen van meer huurwoningen, dat daar ook nog altijd wel een markt voor is. Er is altijd een markt voor huren, alleen je moet dan wel... betaalbaar bouwen, betekent niet zozeer slecht bouwen, maar echt gewoon hoogkwalitatieve afwerking, zoals jij al zegt. Zorg ervoor dat er altijd wel een huur is eigenlijk voor je woning eigenlijk. Ja. En die 8% is, ben ik bang, alleen maar een voorindicator van de nog te stijgen huurprijs die eraan zit te komen. Ja, dat denk ik ook wel. Voornamelijk gezien de dalingen in het aantal huurwoningen dat nu gaande is. Ja, zeker. Om daar ook een concreet voorbeeld bij te noemen. Niet zozeer dat ik nu heel, dat wil ophemelen of zeggen, oh ja, maar concreet. Ik heb van de week heb ik een huurderswisseling gehad. Mm-hmm. Gewoon een Hugo-proof woning die gesplitst is. Nou, boven de 187 punten. Zat op €1900 huur voor 80 vierkante meters, de 2 slaapkamers. Op een echte goede locatie. Nou, de huurderswisseling en de nieuwe huur is van €1900 naar €2600. Jezus, wauw. Ja, dat is in de tussentijd is er helemaal niets aan die woning gedaan. Nee. Het is wel een gerenoveerde, verduurzaamde woning, een topwoning, dat dan wel. Maar je ziet dat door een huurderswisseling, die huurder heeft er iets langer dan 2 jaar gezeten, maar huurderswisseling en zo'n stijging. Maar dat komt niet zozeer omdat die woning super bijzonder is, of dat er iets mee gebeurd is qua waardestijging of qua renovatie. Maar ik denk dat komt doordat het tekort in die tussentijd in ieder geval niet verder teruggedrongen is, maar dat die woningmarkt schaarser geworden is. En die €2600, dat is door vraag en aanbod. Het is niet zo dat, sterker nog, ik had hem lager op de markt op Pararius, maar doordat er zoveel mensen geïnteresseerd waren, hebben mensen overboden. Uiteindelijk op €2600 gekomen. Maar daarna kijkend, want maakt het juist interessant op dit moment om juist nu te investeren, want de exit verkoop is gunstig, hebben we gezien. Zeker. 9,1% stijging, maar ook de exit verhuur. 8% stijging en ik noem net een huurderswisseling. Ja. Dus het is op dit moment zeer interessant om nu in vastgoed te investeren. Maar wat zou jouw belangrijkste boodschap zijn voor de mensen die nu juist kijken? Ja, wet betaalbare huur, box 3 is aangepast. De rentes zijn 2 keer zo hoog als 2, 3 jaar geleden. Heel veel mensen zitten nog met die factoren, angst in hun gedachten van dit kan allemaal niet en het is niet mogelijk, het is niet meer rendabel. Wat is jouw belangrijkste boodschap aan die mensen? Ja, dus 1, dat vastgoed niet rendabel is, is kansklare onzin. Ja. Dat hebben we echt 10 keer opnieuw bewezen. En als je niet gelooft, we hebben taxatierapporten, we hebben cijfers, we hebben YouTube-video's. Plan ons voor mijn part een call in. En dan laten we het gewoon echt zien, de cijfers die wij hebben, oké? En je zult denken, halleluja, waarom heb ik dit niet eerder ontdekt? Oké, dat is het eerste ding. En dan het tweede is namelijk van, kijk, er is gewoon ook een woningtekort. We moeten woningen bouwen. Die rol speel jij en spelen wij eigenlijk steeds meer. Ook Tom die achter de camera nu zit. Die werken allemaal mee om meer woningen eigenlijk gewoon toe te voegen aan de markt. En dat is ook nog een goed sociaal ding. En derde is namelijk van, als je echt, en dit is gewoon even investeerswijsheid, zeg ik even zo. Als je echt een goede investeerder wilt worden, leer dan ook in alle markten gewoon rendement te kunnen maken. Dat betekent of nou de wet betaalbaar huur doorgaat of niet, of de box 3 doorgaat of niet, dat je gewoon alsnog rendement kunt maken in elke markt. En door waarde toe te voegen aan vastgoed, in dit geval splitsen, kun je gewoon heel veel meerdere kanten op. Je hebt meerdere exits ingebouwd, omdat je de splitsingsstrategie eigenlijk volgt. En dat is eigenlijk hoe je dan eigenlijk het beste in deze markt kunt positioneren. Aan onze kant valt het ook om natuurlijk dat het aantal aanmeldingen voor een splitsingstraject aan het stijgen is. Dat wij aan moeten gaan denken aan een wachtlijst ook om dat te gaan maken. En ja, dat is ook een voorsignaal van dat wat wij aan het doen zijn de afgelopen 3 maanden. Dat wij al in zijn gegaan om splitsen toegankelijker te maken en tot bepaalde mate ook de markt te creëren. Dat eigenlijk wel goed aansluit. Er is gewoon een behoefte aan meer woningen. En daar spelen we eigenlijk gewoon op in. En dit is 3 maanden tijd, Steven. Je moet je eens voorstellen, als wij een heel jaar doorgaan. Ja, ik heb 10 Stevens denk ik nodig. Maar ja, ik moet ze echt nog vinden. Dus daarom. Ja. Nee, maar ik ben het helemaal eens met die wijsheid. Hè? Want kijk, mensen zien mij nu. Oh, je weet je, iemand die alleen maar aan het splitsen is. Maar het splitsen van mij is een antwoord op dat buy-to-let niet meer werkt in Amsterdam. Ik ben gewoon ook begonnen als iemand die appartementjes kocht, ze opknapte en ze dan ging verhuren. Maar op een gegeven moment zag ik, hé, dat spel werkte niet meer. Nee. Door je aanvangsrendement ging steeds terug, de rente stegen, de aankoopprijzen stegen. Dus ik ging een nieuw spel zoeken wat splitsen was. En waarmee ik ook zag van oké, maatschappelijk is het relevant, want ja, we hebben woningen nodig. En natuurlijk financieel is het interessant, want ja, er zijn bepaalde rendementen te halen. Nou, de markt duiden we nu. Dus ik ben het helemaal eens met jou met blijf altijd jezelf ontwikkelen. En in elke markt moet je kunnen investeren. Want ook ik ben iemand, eigenlijk ben ik van huis uit een aanhouder. Ja. Alles wat ik aankoop, hou ik ook aan op de lange termijn. Maar nu, de laatste tijd, ben ik me ook steeds meer gaan toeleggen op oké, ik splits iets, ik vraag vergunningen aan, splits het kadastraal en ik ga het verkopen. Waarom? Omdat dat nu de marktomstandigheden zijn. Nu, die 9,1% stijging, maar dat zag ik al een tijdje, die trend van 1% per maand. En daarnaast, kijk, ik heb bijvoorbeeld dat project wat ik in Oud-West heb, dat kocht ik eigenlijk in een tijd. Ik kocht het september 2023. Ja. En op dat moment was de markt helemaal niet zo gunstig. Nee. Dus sommige mensen verklaren zelfs, ja, je gaat zo'n project toch niet aan, weet je, de markt is helemaal niet goed op dit moment. Maar ja, mijn exit scenario is gebaseerd op 9.500 vierkante meter. Maar als ik nu kijk wat de exits, de prijzen nu zijn, zeg maar, ik heb letterlijk om de hoek bij mij, is er al iets verkocht voor 10.200 vierkante meter. Dus iets kopen in een slechte markt kan, en het aanhouden en het dus verbouwen kan op een gegeven moment het sentiment omslaan dat het nu in een goede markt ineens een topinvestering blijkt. Zeker. Maar ja, dus wat jij zegt, ik ben het helemaal eens. Leer in alle markten investeren, want in elke markt is er rendement te behalen. En zeker met splitsen, want dan kun je ook in een dalende markt, omdat je zoveel waarde toevoegt, heb je een exit. Ja. Dus vind ik een hele mooie wijsheid die jij aanhaalt. Misschien iets wat wel actueel is, want we bespreken hier ook de actualiteit. Binnenkort, eind april, staat de wet betaalbare huur, wordt behandeld in de Tweede Kamer. Denk jij dat het nog heftige impact gaat hebben op, laten we zeggen, de exit verhuur voor splitsen? Ja, dus als ik kijk naar... dus de wet betaalbare huur, voor degene die dit misschien voor het eerst ontdekken, is namelijk de afgelopen 2 jaar is natuurlijk het gedacht ontstaan dat de sociale sector en de vrije sector qua punten eigenlijk verhoogd moet worden. De sociale sector blijft gewoon bestaan. De meerderhuur en de vrije sectorgrens gaan naar 187 punten. En dat heeft best wel een significant impact, waardoor kleine woningen tussen aanhalingstekens eigenlijk in ieder geval niet in de vrije sector terecht zullen vallen. En dus zullen heel veel buitenlandbeleggers met kleine woningen zeg maar willen exiten. Ik denk wel dat als het doorgaat, veel kleine woningen zeg maar worden verkocht. Alles beneden 70 vierkante meter. In steden, niet in Amsterdam zeg ik even dan maar zo. Die zullen verdwijnen. Omdat er ook heel veel mensen die iets hebben gekocht in 2018, 1920. Waardoor ze denken van ja, is dat nog de moeite waard? plus box 3, dat ze dan waarschijnlijk zullen exiten. Dus wat is de impact? Ik denk, als de wetgeving doorgaat, dat het aantal huurwoningen zullen verdwijnen, naar beneden gaan zakken. Dus die woningen gaan wel waarschijnlijk terug in de kopersmarkt. Dus meer starters kunnen daarvan profiteren. Alleen de vraag is natuurlijk nog steeds de wet betaalbare huur. Wie gaat die huurwoningen precies aanleveren als het aantal huurwoningen gaat zakken? En dat is een moeilijke dilemma. Dus aan de ene kant, ik snap het. Je wilt gewoon betaalbare huur hebben. Ik kom, net als jij, jij komt uit de Vogelbuurt. Ik kom uit de Poelenburg. Dus een sociale huurwoning, ja, dat is echt van belang. Dat onderschrijven we ook. En dan nog steeds de vraag, hoe kom je aan meer sociale huurwoningen of middenhuurwoningen als je de wetgeving doorvoert? En dat vind ik een lastige discussie waarop ik geen antwoord heb. Behalve dat ik kan zien dat het aantal huurwoningen aan het dalen is. Bevestigd door Kadaster, Pararius, Jasper de Groot die ook hier was. Dus dat is eigenlijk de moeilijkheidsgraad. Ja, en dan denk ik ook van, ja, gemeentes hebben altijd de discussie dan nog eens van, ja, maar de huren zijn te hoog, daar ben ik echt wel mee eens. Maar waarom bouw je gewoon niet meer huurwoningen? En dus ze zitten de afgelopen jaar, en veel partijen zitten gewoon afgelopen jaar de symptomen te bestrijden. En niet zozeer het probleem. En het probleem is, er moet gewoon 2 miljoen woningen bij komen. Fix dat. Ja. Weet je? En welke rol, want je merkt nu ook steeds dat de gesprekken die wij voeren bij Real Estate Masterclass, het zijn met mensen die we begeleiden, het zijn met mensen bij gemeentes, het type gesprek wat we voeren aan het veranderen is. Welke rol zou jij willen dat Real Estate Masterclass speelt in het dilemma wat je net beschrijft? Van ja, het woningtekort en ja, maar welke rol zie je voor jezelf voor jouw bedrijf? Ja, nu forceer me een beetje om echt te verklappen wat er allemaal gaande is inderdaad. Nou ja, kijk, wat je merkt is dat de rol van een vastgoed investeren in Nederland vaak wat minder positief is. Zoals jij zegt, je wordt gezien als je huisjesmelker. Maar ja, onze cursisten, en wij staan ook voor onze cursisten, we kunnen altijd tegen hun zeggen van, huisjesmelker, waar heb je het over? Wij bouwen huizen. Hoeveel woningen heb jij toegevoegd? Nou, ja. Dat kunnen ze het nooit meer zeggen. Wij voegen woningen toe. Dus iemand anders kan je niet kwalijk nemen dat je huisjesmelker bent. Dat is 1. En dan ten tweede, je ziet gewoon dat, omdat wij toch wel een consistente, goede kwaliteit schaal mensen trainen om woningen toe te voegen, hoog kwalitatief afgewerkte woningen, dat ook gemeentes steeds meer gehoor aan hebben van, hey, wat zijn die jongens bij de Real Estate Masterclass eigenlijk aan het doen? Weet je wel, ze hebben veel praktijkervaring. Wij voegen 30 woningen toe dankzij jou in het eerste kwartaal van 2024. En dat zal alleen maar meer worden. Wij kunnen eigenlijk op korte termijn worden gezien als toch wel de grootste instantie die het meest aantal woningen zal kunnen toevoegen door te splitsen. Want elke gemeente heeft maar een paar kleine partijen hier en daar die splitsen. En jij, Steven, zal waarschijnlijk de persoon zijn die de meeste woningen zal toevoegen in Nederland binnenkort door te splitsen eigenlijk. En dat is de rol die wij steeds meer opnemen, maatschappelijk verantwoord investeren. Je merkt ook dat mensen die bij ons aan tafel komen niet per se goudzoekers zijn. Dat zijn echt serieuze mensen die willen investeren. We hebben beursgenoteerde directieleden die we trainen, CFO's. We hebben zelfs aannemers die echt de grootste werken die je kunt voorstellen in Nederland, die hebben zij gewoon, die wij nu begeleiden. En het is gewoon een heel andere mindset van de soort mensen die bij ons komen. Ja, ze willen rendement maken. Ja, ze willen woning toevoegen. En ja, ze zien een maatschappelijke rol daarin. Tot aan zelfs, ja, ik wil het bijna niet zeggen, maar zelfs op hoog politieniveau, chefniveau zitten bij ons aan tafel. Die wij nu mogen begeleiden om eigenlijk ook aan de ene kant hun pensioenvoorziening te voorzien. En aan de andere kant gewoon hun te helpen natuurlijk ook om een sociale bijdrage te hebben. Want dat is eigenlijk waarom ze ook dat soort werk eigenlijk doen. En ja, daarin spelen we gewoon steeds beter rol. Weet je, wij kunnen ook echt praktijkervaring, praktijkkennis, projecten ook laten zien. En bijvoorbeeld sommige gemeentes denken nog steeds bijvoorbeeld dat het maar €600 per vierkante meter kost om te verbouwen. Nou, ik dacht van, in welke wereld leef jij? Ja. Maar dat zijn dus hele oude bedragen. En als jij dus dan splitsingsbeleid of het aantal toegevoegde woningen baseert op kennis uit het verleden, niet uit de praktijk, dan merk je dus dat een beleid niet nut heeft op het aantal toegevoegde woningen die een gemeente nodig heeft. En wij kunnen eigenlijk het hele pakket in één keer eigenlijk aanleveren. Van de kennis, praktijkervaring, de cursisten, kapitaal die nodig. Dus vandaar eigenlijk, ja. En daarom komen mensen steeds meer naar ons toe. Weet je wel? Ja, want je benoemde het net ook al, dat ja, op een bepaald politiek niveau lopen er wat gesprekken. Als je kijkt vanuit ons, vanuit onze bril, vanuit beleggersbril, ga je natuurlijk op zoek naar gemeentes die het stimuleren. Zeker. Die, ik noem het even progressieve gemeentes, die dus beleid hebben. Ja. Objectieve criteria waaraan je kunt toetsen, waarin je dus snel kunt zien van, hey, deze woning kan gesplitst worden of dit pand kan gesplitst worden, ja of de nee. Maar als je goed naar de praktijk kijkt, zijn er eigenlijk maar een aantal gemeentes die goed beleid hebben, objectief beleid, waarin je dus snel stappen kunt zetten. Ja. Ook is er laatst onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat de meeste gemeenten in Nederland eigenlijk geen beleid hebben op splitsen. Correct. Wat zou jouw belangrijkste boodschap zijn naar die gemeentes die dus geen beleid hebben? Want we zijn dus actief in een aantal, waaronder Amsterdam. Ja. Maar wat is jouw boodschap juist aan die andere gemeentes die dus geen beleid hebben? Zeker. Nou kijk, lieve gemeentes, ik hou van objectief maken. Ja? Dus als je kijkt naar je eigen gemeentes, heb je natuurlijk nieuwbouw en bestaande bouw. Nou, nieuwbouw, daar gaan wij niet over. Plus nieuwbouw duurt soms 5 tot 10 jaar voordat je 100 woningen hebt toegevoegd. En als jij echt ervaart dat er meer woningen moet komen, dan zul je echt moeten kijken naar je transformatie- en splitsingsbeleid. Omdat als jij je criteria strak, objectief en simpel maakt, zodat externen snel woning kan toevoegen voor jouw gemeente en jij kunt nog eens de spelregels bepalen, dan kun je in korte tijd veel meer woningen toevoegen. En als je alle 200 plus gemeentes 100, 200, 300.000 woningen toe laat toevoegen, zitten zo op 200, 300.000 woningen. En dat valt echt, daar heeft een gemeente gewoon direct controle over. Dus als je denkt op korte termijn de low-hanging fruit, de snelste manier om snel woning toe te voegen, waarbij jullie nog eens kunnen vaststellen dat verhuur ook verboden moet worden voor zelfswoningen, wat kan, hè? Ja. Dan kun je zeggen van, hey, laten wij als gemeentes vaststellen, wij willen 1000, 2000, 3000 woningen snel laten toevoegen door te splitsen. Dat kan, dat is, die macht heb je. Zo kun je op korte termijn heel veel woningen toevoegen. En dat ligt daar gewoon bij hun eigenlijk. Alleen wij hebben die macht niet. Wij kunnen al onze praktijkervaring laten zien. Onze kosten, onze projecten, de mensen die deze traject ook leiden. Dat zijn zelfs beursgenoteerde directieleden die wij begeleiden. Dus allemaal mensen van goede afkomst, hè, zeg maar. Of achtergrond, want afkomst gaat niet zo, maar de huidige sociaal-economische achtergrond en de credibility. Ja. Dat helpt echt gewoon enorm. Dus ja, gemeentes, jullie hebben eigenlijk de tools om snel een verschil in te maken. Nieuwbouw kunnen we echt geen mening over vormen, maar splits en transformatie zeker. Ja, het een en ander wat jij nu noemt is ook, is ook onderzocht. Zelfs de overheid heeft, daar heb ik vaker aangehaald, weet je, het rapport, de potentie van splitsen en optoppen. Dat is een rapport van, die ondersteunt ook wat jij zegt. Van ja, we kunnen vrij eenvoudig 260.000 woningen toevoegen aan de Nederlandse woningvoorraad door splitsen en optoppen. Nou, dat rapport kunnen mensen downloaden, hebben we ook al vaker aan gerefereerd. Alleen merk je dat ondanks zo'n rapport er is, dat veel gemeentes toch nog geen beleid hebben. Dat frustreert enerzijds wel. En anderzijds, weer terugkijkend naar de gesprekken die gevoerd worden. Ik weet dat jij ook, misschien inside information, maar dat jij ook gesprekken hebt met bepaalde, noem het kapitaalkrachtigen, die zich bereid hebben, of die bereid zijn om zich te committeren aan de projecten die wij doen. Ja. Dus het geld staat klaar om het simpel te houden. Maar kun je daar misschien iets wat over, een inkijkje in geven van hoe die personen kijken naar hetgeen wat wij doen? Ja, kijk, als je kijkt naar de rendementen die wij maken, die is echt ver boven gemiddeld dat elk vastgoedproject eigenlijk kan doen. En inderdaad, dus aan de achterkant ben ik bezig geweest om eigenlijk kapitaal klaar te zetten eigenlijk voor onze cursisten, waaronder, en dat weet jij ook, namelijk dat je nu eigenlijk in staat bent om 95% van de aankoopprijs te financieren en 100% van de verbouwingskosten. Dat betekent eigenlijk, maar je moet 15% van de aankoopprijs alleen maar in te leggen. En dan zou je theoretisch kunnen zeggen, ik kan het financieren. Nou, het zijn wel hier en daar wat voorwaarden aan, maar onze cursisten die wij zelf hebben gevuld, komen daar eigenlijk gewoon in aanmerking voor, waardoor zij snellere stappen kunnen ondernemen. Dat is één. En dan nog eens de equity gedeelte. Er zijn partijen die momenteel eigenlijk equity aanbieden aan onze cursisten. Dus daar wordt ook een programma voor opgericht, waardoor je eigenlijk als een remcursist binnenkort hopelijk onbeperkt eigenlijk kunt opschalen. Dus dat geld komt ook binnen van vermogende mensen. Die zien ook de sociale toegevoegde waarde. De rendementen zijn ook echt bijna onvoorstelbaar eigenlijk. Als ze kijken naar de cijfers, ze snappen het niet van hoe kan het in Nederland, waar iedereen eigenlijk de investeerders probeert te pesten, noemen ze dat bijna. Ja. Dat is hoe het gevoel daar is. Hè? En wij kijken gewoon naar wat zijn de cijfers, hoe doen het objectief. Daar kunnen ze echt nog steeds niet bij dat wij die rendementen kunnen maken. En ik denk nog steeds mensen die met ons een call hebben of die niet eens die naar ons luisteren, maar niet eens een call durven in te plannen. En wanneer ze dat wel doen, dat zeggen hoe kun je zo'n rendement maken? Weet je wel? Dat is meer dan je spaarrekening. King bijvoorbeeld, daarvan hebben we ook een video van gemaakt. Meerdere? Ja. Oh, zijn meerdere gemaakt? Oké, mooi. Nou daar gaan wij dus op een borrel ook hun cijfers presenteren. Nou ja, ik kan je zeggen dat wat die persoon verdient is toch wel een paar keer zijn netto jaarsalaris op 1 project. Ja. En dat is niet mis. Dus als hij 10 projecten doet, je kunt gewoon letterlijk binnen 2-3 jaar tijd gewoon met pensioen opnieuw gaan. Dus dat is waanzinnig. Dus de King is een praktijkvoorbeeld. Nou, hij is bij ons op de podcast geweest en hij heeft ook een locatievideo. En we gaan we moeten nog een aftervideo schieten, by the way. Ja. En wat ik ook mooi vind, inderdaad, hij is een praktijkvoorbeeld. En waarom noem ik, jij benoemt hem, waarom benadruk ik het even? Van mensen kunnen, kijk, we noemen nu cijfers en praktijkvoorbeelden. Maar mensen kunnen ook kunnen we ook bij ons langskomen voor bijvoorbeeld een pandatour. Mensen, van mensen, ik geloof het niet en dat kan allemaal niet. Maar mensen kunnen ook bij ons langskomen bij een pandatour. Ze kunnen een call inplannen. Want hetgeen wat wij aan het doen zijn, dat is echt wel ja, we leveren echt een bijdrage. En ik denk dat het van op meerdere niveaus, weet je, noem het politiek niveau, in het bedrijfsleven, meerdere mensen zien wat we aan het doen zijn, dat we een positieve bijdrage proberen te leveren. En dat we het vooral proberen vast te houden voor het komende jaar, voor de komende maanden. Want kun je misschien nog iets als laatste, als afsluiter, nog iets onthullen over vanuit jouw bril als Rem, business owner, van wat jouw doel is nog voor de rest van dit jaar om te bereiken met Rem? Nou, het belangrijkste is denk ik eigenlijk de maatschappelijke bijdrage. Dus wij mikken op 400 woningen toevoegen. Dat betekent dat 9 maanden tijd moeten we echt opschalen. Dat kan. Dus daar zijn we met een heel speciaal programma bezig, als wel kapitaal eigenlijk. Dus waardoor veel belemmeringen eigenlijk verdwijnen. Dat is één. En ten tweede, waar we naartoe willen gaan, is eigenlijk dat de geweldige Steven nog meer mensen een verschil van kunnen maken. Dus die kennis zijn we nog meer van aan het vastleggen en veel meer aan het standaardiseren, zodat gewoon eigenlijk op korte termijn veel meer woning toekomen. En ja, ik wil eigenlijk nog niet alles verklappen, want dat zijn wat geheime programma's die eraan zitten komen. Maar ja, ik denk het belangrijkste voor de luisteraars en kijkers: kijk, als jij echt geïnteresseerd bent in vastgoed of rendement wil maken, overweeg om bij ons langs te komen. We kunnen je echt alle cijfers laten zien. We zijn gewoon echt op zoek naar serieuze kandidaten die een maatschappelijke bijdrage willen doen en gewoon rendement willen maken. Dat kan gewoon hand in hand. Ja. En daarvoor doe ik eigenlijk de uitnodiging naar iedereen toe. Wetende dat je een onderdeel bent van eigenlijk ook iets groters dat aan de achterkant momenteel gebeurt. Ik wil niet alles losgeven, maar er zijn wat dingen die eraan zitten komen, waardoor ik denk dat als je een Real Estate Masterclass participant bent, strategisch gewoon voordeel hebt, echt een edge hebt tegenover andere mensen in de markt, wegens bepaalde dingen die nu eigenlijk voor hun worden gebouwd. Ja. Want ja, er is gewoon binnenkort geen grote partij dan Real Estate Masterclass die op zo'n grote schaal zoveel woning kan toevoegen dankzij splits en transformaties. Ja, nee, ik ben het helemaal met je eens. En natuurlijk, dit is geen sales pitch, dit is gewoon wat er gaande is. Want natuurlijk heb ik jou uitgenodigd om de markt te duiden. Ja. En ik voelde ook jij voelde ook kennelijk de urgentie om nu aan te geven van die 9,1% stijging en die 8% stijging op de huurmarkt. Ja, dat zijn serieuze stijgingen. Zeker. En ja, we hebben besproken hoe wij daar eventueel, welke bijdrage wij daarop kunnen leveren. Dus dank voor je inzichten. Dank voor het delen van de doelen. Het is zeker niet de laatste keer dat we met elkaar spreken, want ik kondig nu al aan dat ik jou ga uitnodigen bij de volgende update van de cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Dan gaan we kijken of we in ieder geval gelijk hebben gekregen met onze voorspellingen. Ja, ik hoop het op alle niet. Hè. 20% is echt veel. Ik bedoel, ik klaag niet over mijn eigen portfolio, maar ik vind het echt veel, hoor. Ja, het is echt crazy bijna. Ja, weet je? Maar ja, het lijkt er wel op 10% jaar op jaar nu al. En ja, we hebben nog 9 maanden gaan tot het eind van het jaar. En 1% per maand. Ja, het gaat echt richting 20% op deze manier. Ja. Dus, dus ik ga je uitnodigen. We gaan het bespreken. In ieder geval dank voor vandaag. En we gaan je heel snel bespreken. Dankjewel. Oké, graag gedaan. Nou, dat was weer een enerverend gesprek met de oprichter van de Real Estate Masterclass. Vond je het net zoals ik een waardevolle video? Vergeet hem niet te liken. Vergeet ons niet te volgen op alle social media kanalen. En ik zie je graag bij de volgende video. En vergeet altijd het woord abonneren. En vergeet jezelf niet te abonneren op de Real Estate Masterclass kanaal.